naar je leven als je alleen werkt, eet en slaapt. De boot moet niet de hele dag gespannen zijn. Dat zou me een nummer worden, gewend zonder eigen. Krijgende slaven en altijd maar knoopjes die losspringen van zijn bollende houtdakkershemd. Wie zal ze repareren? Aan de toog wordt beleefd gelachen. Kastelein al voor de vierde dag op rij hetzelfde verhaal verteld. Hij was in Alaska en vocht tegen het meer. Hij vecht hij tegen de drank, maar is de drank wel de vijand? Of is het slechts een wapen tegen de grootste vijand, de sleur? Je zou er je bekomst van krijgen, toch zal hij niet klagen. Wat zal hij daarmee bereiken? Slechts vertellen dat hij blij mag zijn.